Goedemorgen, mijn naam is Marco van Yoga met Marco de Gas. Een ochtendpractice, wat rekken en strekken en vooral de zijkant van het lichaam. Wil je mij supporten en op de hoogte blijven van mijn video's, kan je je gratis abonneren. En als je daar nog het belletje drukt, krijg je een notificatie als ik een nieuwe video plaats. Dan leg je mat neer, rol hem uit en laten we beginnen. Goedemorgen, ga lekker zitten op je mat en misschien vroeg je al af waarom deze blokken hier liggen. Mogelijk heb je blokken nodig omdat je armen te kort zijn. Ik laat je in ieder geval zien hoe je de blokken kan gebruiken. Het is niet nodig, maar mogelijk dat het gewoon fijner voor je is in het bereik wat jouw lichaam geeft. Dus kom zitten op je mat. Dan even je ogen dicht, even rustig landen op je mat. Langzaam wakker worden. Mooi, die zitpotten op de mat. Lange rug, schouderbladen terug op je rug. Even je ogen dicht. Even aanvoelen hoe je lichaam aanvoelt. Breng je aandacht naar je adem. Je ademhaling vertraag iets dieper in, iets langer uit. En langzaam je ogen open. Strek dan je armen naar de zijkant uit. Leg je rechterhand op de mat, beide zitpotten blijven op de mat. Dan strek je je linkerarm zoveel mogelijk naar rechts uit. Dan voel je al die strekking komen aan de linkerzijde van je lichaam. En met de volgende inhoud gaan je armen omhoog en dan plaats je je linkerhand op de mat. Dan strek je je rechterarm zoveel mogelijk uit. De rechter zitbond die blijft op de mat. Adem in, je armen komen omhoog. Gaan weer naar de andere kant. Adem in, je armen gaan omhoog. Adem in, andere kant. En de laatste, adem in, rustig die hand op de mat, lengte aan de rechterzijde. De volgende inademing gaat je armen omhoog, plaats je handen bij je enkels, loop je rustig naar voren toe. Beide zitten blijven op de mat, buig je voorover, kin naar je borst. Loop je langzaam met je handen terug en dan kom je staan op je mat. Voeten op heupbreedte, je armen gaan omhoog. Laat je die armen hoog, dan gaat je linkervoet achterlangs, achter je rechtervoet. Pak je met je rechterhand je linkerpols, maak je helemaal lang. En dan kom je langzaam naar rechts toe. Dan voel je die strekking komen aan de linkerzijde. En rustig gaan die armen weer naar beneden toe. Doen we de andere kant. Dus je armen komen omhoog. Voet gaat achterlangs. Pak je met je linkerhand je rechterpols. Maak je eerst lang. En langzaam buig je naar links. En dan langzaam gaan je armen gaan weer naar beneden. Doe je voeten iets wijder.
hoe wijd je benen brengt, is een, ja, een regel of een regel. Je kan kijken of ook je voeten zo onder je polsen zijn. Dan doe je handen weer in je zij. Doe je tenen iets naar binnen. Overstrek je knieën niet. En dan bij een inadem lift je borstbeen. En bij een uitadem buig je voorover. Laat je handen op de mat. En misschien dat je dus wat verder uit elkaar wil lopen. Handen op je mat. Ellebogen naar achteren. Kruin aan de mat. En ook hier kan je die blokken voor gebruiken. Dat je de blokken onder je handen doet. En als je nog geen blokken hebt, kun je altijd natuurlijk boeken daarvoor gebruiken. En dan kom je rustig. Kom je weer met je handen in je zij, lift je borstbeen. En dan gaat je rechtervoet naar de zijkant uit. Dan buig je je knie. Leg je rechterhand op je bovenbeen. En dan strek je zoveel mogelijk je linkerarm uit. Doe je weer je linkerhand in je zij. Strek je rechterbeen. Je rechtervoet gaat weer in. Beide benen gestrekt. Knieën niet overstrekken. Dan gaat je linkervoet naar de linkerzijkant uit. Je buigt je knie. Let erop dat je knie boven je enkel is. Linkerhand op je bovenbeen. En dan strek je helemaal je rechterarm uit. Rechterhand weer in je zij. Strek je linkerbeen. Linkervoet weer in. Gaat weer je rechtervoet gaat uit. Dan buig je je knie. En nu zou je je blok kunnen gebruiken. Die blok leg je aan de buitenkant van je rechtervoet. Dan kan je rechterarm op. Lukt dit nou niet of je hebt geen blok, kan je ook zeg maar je rechterboven of je rechteronderarm op je rechterbovenbeen doen. Strek dan zoveel mogelijk die rechter of die linkerarm. Kijk dan een klein beetje onder je linkeroksel. Plaats je linkerhand in je zij. Kom langzaam weer omhoog. Heb je de blok gebruikt? Neem dat blok, die neem je mee naar de andere kant. Rustig gaat je linkervoet uit. Achterste been blijft mooi recht. De linkerknie boven je enkel. Als je het blok of boek hebt gebruikt, leg je hem aan de linkerzijkant, aan de buitenkant van je linkervoet. Dan kan je je hand op doen. Of je plaatst je linker onderarm op je linkerbovenbeen. Zet je nou helemaal uit. Kijk een klein beetje onder je rechter oksel. Als je weer je rechterhand in je zij, kom je rustig omhoog, beide benen gestrekt. Gaat weer je rechterbeen naar je rechtervoet naar de voorkant van de mat. Je rechterknie boven je enkel, je achterste been is recht. Dan gaan we naar Warrior 2. Mooi. Je armen in één rechte lijn, misschien dat je even naar achteren kijkt. Let erop dat die knie niet naar binnen gaat, kan je mogelijk een knieblessure oplopen. Dan gaan we weer een strekking voelen aan de zijkant van het lichaam. Je voorste handpalm komt omhoog en dan kom je langzaam in de reverse warrior. Let op je knie, je achterste hand kan gewoon rusten op die achterste been. En dan kom je weer rustig in die Warrior 2. Handen in je zij. Strek je rechterbeen. Draai je voet in. Linkervoet uit. Linkerknie
boven je enkel, achter de benen gericht. Voet mooi plat op de mat, misschien een klein beetje in. Kom je in die Warrior 2. Let op je knie. Voorste handpalm gaat omhoog. Kom je in de reverse. En dan kom je weer rustig in die Warrior 2. Handen in je zij, strek je linkerbeen, draai je linkervoet in. Gaan we weer voorover buigen, misschien je voeten iets verder uit elkaar. En wie weet wil je even die blokken gebruiken om je handen op te leggen. Handen in je zij. Let erop dat je knieën niet op slot zijn. Schouderbladen terug op je rug. Lift je borstbeen vanuit je heup. Buig je rustig voorover. Handen op die blokken. Misschien kun je ook die blok wat lager zetten. Ellebogen zijn naar achteren. Je kruin gaat naar de mat. En dan kom je weer rustig omhoog. Misschien je voeten iets terug. Handen in je zij. En langzaam kom je weer omhoog. Nou, we komen lekker liggen op ons mat. En misschien heb je daar ook die blokken voor nodig. Het ligt eraan wat je bereik is in je schouders. Je komt liggen op je mat. We gaan naar Bananasana. Ook een strekje aan de zijkant van het lichaam. Je plaatst je rechtervoet zoveel mogelijk naar rechts. En je sluit je linkerbeen sluit je aan. Je armen gaan omhoog. En als je dus nu in het bereik van je schouders voelt dat het niet fijn is, dan kan je blokken neerleggen of boeken, waardoor je wat hoger blijft. Ik til altijd mijn schouder een klein stukje op. Maar zorg ervoor dat je beide schouderbladen en beide heupen op de mat blijven. Wil je een verdieping zoeken, kan je je linkervoet over je rechterbeen doen. En dan kom je armen naar beneden toe. Plaats je beide voeten op de mat. Breng je even je knieën naar je borst toe. Een draaiende beweging. En dan gaan we de andere kant doen. Strek beide benen. Je linkerbeen gaat zoveel mogelijk naar links. Sluit met je rechterbeen, sluit je aan. Armen gaan omhoog. Dan kom je in Bananasana te liggen. Beide schouders en heupen blijven op de mat, dus je draait niet op je linkerzij. Drive too fast.
En dan komen rustig je armen weer naar beneden toe. Beide voeten op de mat. Breng je knieën weer naar je borst toe. Trek dan even aan je knieën. Misschien een draaiende beweging. En dan komen we naar de laatste houding, Savasana. Savasana, beide benen gestrekt. Je rechtervoet aan de rechterzijkant van de mat. Je linkervoet aan de linkerzijkant van de mat. Beide armen gestrekt. Als je nu last hebt van je onderrug, als je zo ligt, kan je ook je voeten op de mat laten. En dan je knieën tegen elkaar. Daardoor druk je je onderrug op de mat. En dan kan je op deze manier ontspannen en je Savasana blijven liggen. Doe je ogen dicht, ontspannen in je lichaam. Breng je rustig je voeten op de mat, dus je knieën komen omhoog. En dan kom je via de rechter of linkerzijkant naar een zittende houding. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het volgen van deze les. Ik hoop dat jullie dit een fijne ochtendpractice vonden. Als dat zo is, laat even een duimpje achter of wat commentaar. En als het oké voor jou is om je handen tegen elkaar te doen voor je hartstreek, doe dat dan. Namaste.